De handbouwschutterijen Eze HBS besteedt 124 jaar. Dat wordt zaterdag 25 augustus gevierd. U proficiat met een 125e jaar bestuur van de handbouwschutterij van Eze. Kunt u zich misschien vertellen over de oorsprong van HBS? Nou, de oorsprong die is eigenlijk 1893 is de vereniging opgericht. Die is destijds, sinds ze begonnen, in de Wilhelminusstraat. Dat is wie die voor kennen achterholen dan. En naderhand zijn ze dus verhuisd naar de Kerkstraat in de Menege. Dat hebben ze ook een hele tijd al geschoten. En op een gegeven moment is eind jaren 70 is er eigenlijk een splitsing gekomen tussen van de vereniging naar de twee verenigingen. Houden ze twee verenigingen. De Les Disciples de Saint-Debert en dat is afgesplitst ook nog een gedeelte naar de volgelingen van Saint-Debert. En die zijn toen in de Kerkstraat gebleven. En dus eind jaren 70 en dat zal dan rond 1985 is dan dit gebouw gebouwd worden. En daar is dan de Disciples dus naar verhuisd. En in de jaren 90, 1997 precies te zijn, zijn de verenigingen weer samengekomen. En sinds dan toen zijn we dus als gezamenlijk één vereniging weer hier op de huidige locatie. Luc, wat maakt deze vereniging zo uniek? Ja, wat ik vind, wat de vereniging echt uniek maakt, is dat we hebben eigenlijk alleen maar jongere schutters, jongere leden. Er zijn wel enkele oud-leden, dat is zeker een feit. Ja, ik denk dat dat toch wel het uniekste is eigenlijk. Dat veel eigenlijk als jeugdziende, dus jongere dertigers, jonge twintigers, dat veel eigenlijk deze vereniging draaiende houden. Wat zijn er buiten de wedstrijdelementen nog van activiteiten door de week? Door de week is normaal drie keer in de week is draaien. Op dinsdagavond, donderdagavond en vrijdagavond. En verder bij de vereniging eventueel als bedrijfsuitje hebben en een activiteit willen doen, is er ook heren klaar om eventueel het worksheet erbij te promoten en de mensen een beetje wegwijs te maken in de worksheetwereld. We kennen eigenlijk best veel en we willen ook best veel. We zijn eigenlijk een vereniging als Lijn naar Stouw komen, we willen en toch proberen altijd wat gaat te doen. Bijvoorbeeld voor markten, toevallig sturen we ook op de landmarkt de mesh, sturen we ook. Dus dan kunnen Lijn proberen om een pijltje te commerciëren, om eens te ervaren wat het is. Wat veel laten zien, is veel laten eigenlijk de Lui op traditionele wijze boogschieten. Het feit begon Schmidis met een scheetwedstrijd, hoe uiteraard schon prijs wordt te verdelen. Brigitte, die is vandaag als enigste vrouw in het wedstrijdelementje wijs. Wat vindt ze zo leuk aan het handbouwschieten? Vooral de contacten onderling, ook de competitie. Maar gewoon de contacten onderling. Ik bedoel, we hebben altijd heel veel plezier met alle andere schutters. Niet alleen maar onder onze eigen vereniging, maar ook de andere verenigingen zoals nu vandaag met het 125-jarig bestaan van HBS Eze. Nou, 125 jaar heeft uw vereniging natuurlijk ook een winst voor de toekomst. Heb je hier ook een winst? Natuurlijk, het aantal leden is natuurlijk een beetje teruggezakt door de jaren heen. En dat merken we bij andere verenigingen dikst ook. Alhoewel, nu is er een beetje een stabiliteit. Maar als er lui interesse hebben om te komen scheten, lijkt me wel dat ze bij ons uit de vereniging welkom zijn. En dan even zou het voor ons heel mooi zijn. Maar ja, dat is het toekomstbeeld. Dat we een heleboel accommodatie eigenlijk verdekt kunnen krijgen. Want je ziet toch ook bij de andere verenigingen in de buurt dat dat allemaal meer gaat inkomen. Zeker met de weersveranderingen die eerder kan meer plaatsvinden zijn. En dan best in de winter de mensen lekker verdekt. Daarbij kunnen ze dan ook zogenaamd indoorwedstrijden tot 18 meter kunnen ze dan ook organiseren. En die krijg je veel nu niet omdat het niet verdekt is. Dus we kunnen veel meer wedstrijden organiseren, hoe deur de vereniging er ook weer voordeel bij heeft. Luc, als we over traditionele scheten hebben, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Nou, traditioneel scheten, dat is longbow, bearbow, dat soort zaken eigenlijk. Dat praat ik eigenlijk, om het misschien voor de mens gemakkelijker te zeggen, over Robin Hood-stijl. Dat is gewoon echt kale boog, veren met pijlen met van die natuurveren op, dat soort zaken. Namens de Nederlandse Handbouwbond en voorzitter Sascha Schoenewille
mochten Paul van Obel en Gerard Wallace een plaquette ontvangen als herinnering aan dit bijzonder jubileum. Het feit ging dat nog door tot de late uurtjes.